Maar we gaan eerst verder met alcoholgebruik onder jongeren. Het kabinet wil het gebruik onder de 16 jaar strafbaar maken. Tieners riskeren dan een boete als ze op te jonge leeftijd toch met drank worden aangehouden. Supermarkten, slijters en cafés zijn al strafbaar als ze alcohol verkopen aan jongeren. Maar het kabinet wil nu ook dat jongeren zelf worden beboet als ze in het openbaar drinken. Drink je wel eens een biertje? Ja, af en toe. Nee. Soms op een feestje. Ja. Nee. Ja. De GGD steunt het wetsvoorstel van harte, maar hoopt dat er nu nog verder actie wordt ondernomen. Hey, jongeren verbieden om alcohol te drinken in openbare gelegenheden is natuurlijk prima. Maar er kunnen nog veel meer dingen gedaan worden. Bovendien zijn er ook jongeren die thuis drinken of in hokken en keten drinken. En daar moet je natuurlijk ook wat in doen. En de nieuwe wet gaat daar niet voor helpen. Wat vind je ervan als het wetsvoorstel morgen wordt aangenomen dat je onder de 16 een boete kan krijgen als je in het openbaar wordt gepakt met alcohol? Niet echt leuk. Maar ja, dat zou echt stom zijn. Ja, maakt niet uit. Ik drink toch niet. Ja, ik weet niet. Nou, ik vind dat het ligt eraan als je er misschien eentje hebt of zo. Dan kan het wel. Maar als je helemaal van de kaart bent, dan moet je wel een boete kunnen krijgen. Nou, ik vind dat je het zelf moet weten, toch? Ja, dat vind ik ook. Eigen risico. Onzin. Onzin, want? Ja, je moet gewoon kunnen een biertje op straat. Is het niet eigenlijk verstandig om de ouders aan te pakken? Want de grote kans als de jongeren nu de boete krijgen, dat de ouders uiteindelijk toch ervoor opdraaien? Nou, we proberen binnen die projecten ook heel erg ouders te wijzen op de rol die ze hebben. Uit onderzoek, landelijk onderzoek, blijkt ook heel duidelijk dat regels stellen heel erg helpt. Dus ouders moeten gewoon duidelijk zijn, communiceren met hun kind over alcoholgebruik, maar ook regels stellen. En de belangrijkste regel is daarbij niet drinken onder de 16. En we proberen natuurlijk ook ouders te bereiken met die boodschap. En als je straks 15 bent, denk je dan al stiekem wel een biertje wilt? Ja, stiekem. Vrijdag beslist de ministerraad over het voorstel.